De Raad van Vakcentrales in Suriname heeft op maandag 31 augustus 2020 een ontmoeting gehad met president Chandrika Prasad Santokhi. Met het staatshoofd is er van gedachten gewisseld over enkele beleidsuitgangspunten. Ook enkele ministers waren aanwezig tijdens dit overleg. Onder meer heeft minister Armand Agaibersing van Financiën en Planning een presentatie gegeven over het huidig financieel plaatje. Meneer Schunder, we zijn op het paleis waar Rafaxur een gesprek heeft gehad met de president van de Republiek Suriname en enkele ministers. Hoe is het gesprek gegaan? Nou, het gesprek is goed gegaan. En het gesprek ging in eerste instantie over een genomen maatregel. Dat volgens Rafaxur een ad hoc karakter had. De president heeft dus uitgelegd hoe dat besluit is genomen. Vanwege financieringstekorten. En heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Maar wat belangrijker was dat er een presentatie is gevolgd door de minister van Financiën. Die aangegeven heeft hoe de tekorten eruit zien en hoe ze aangepakt zullen worden. En dat er een integraal plan komt dat mede aan de vakbeweging zal worden voorgelegd. En dat zal gebeuren in verband, althans in de context van de Sociaal-Economische Raad, die op 7 september zal worden geïnstalleerd. Is dit gesprek naar tevredenheid gegaan? Ja, het is naar tevredenheid gegaan. In de zin dus dat wij al onze punten hebben kunnen inbrengen. Waarbij de minister van Financiën en zijn staf ook heel uitgebreid is ingegaan op de diverse vraagstukken. En wij zijn nu in afwachting van dat totaalpakket om onze op- en aanmerkingen daarover te maken. Dit is het tweede gesprek dat de organisatie heeft gehad met de president. Hoe kijkt u uit naar de verdere samenwerking hiervan? Nou, de president benadrukt voortdurend dat hij de sociale partners gaat betrekken bij het beleid. En dat hij dat wil doen op basis van consensus. En dat stellen we zeer op prijs als vertegenwoordigers van de vakbeweging, namelijk Rafaxur.